Verhuis je na de zomer naar een nieuw kantoor? Wees slim en richt je kantoor in met het flexibele en circulaire kantoormeubelabonnement van Noornorm. Je blijft flexibel en betaalt per vierkante meter per maand. Zo investeer je in je bedrijf, niet in je meubilair. Kies voor de toekomst. Kies voor Noornorm. Ontdek het op noornorm.nl. Dit is een BNR-podcast. De EK-update. Dirk, dwars door Duitsland. Ja, Dirk is echt dwars door Duitsland, want hij is gisteren aan de München aangekomen. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Waar sta jij nu in Duitsland? In München? Ik sta op het dakterras van een door een Nederlander geleide start-up, Veridion. Elektrisch vliegen, 9 passagiers, 400 kilometer. Ik zou oorspronkelijk in het centrum van München staan. Maar dit gesprek liep zo uit. Het was zo'n enorme interessant verhaal dat ik ben uitgelopen. En daarom dus nu hier op de vijfde verdieping in het centrum van München sta. Ja, en ik neem aan dat je zo meteen in die, dat is een soort super drone, hè, instapt en je naar de virtuele Aliemarkt gaat vliegen. Ja, zoiets, ja. Maar 2027 moet hij gaan vliegen. Ja. Mm-hmm. En het is echt een super interessant verhaal. Ik heb uitgebreid gesproken met de founder, gestudeerd in Delft. Toen naar Duitsland gegaan voor een corporate career bij een grote vliegtuigbouwer. En toen dacht hij, ja, maar dat elektrische vliegen, dat is de toekomst. En hij is nu al heel ver in het verzamelen van geld om het echt op de markt te gaan brengen. Dus super interessant verhaal. Dat in de Daily Move vanmiddag, Bas. Hartstikke mooi. Gaan wij nog heel even vooruitblikken. Morgen om 6:00 die wedstrijd tegen Roemenië. Is München al klaar voor de supporters uit van Oranje of klaar met de supporters van Oranje? Ja, we moeten het hebben over voetbal inderdaad. Oh ja, morgen is die wedstrijd. Ja, ik was het helemaal vergeten. Ja. Ik zat hier helemaal in dit ondernemersverhaal. Dat vind ik ook veel belangrijker. Inderdaad. Dat weet ik. Het is hier nog heel rustig als het gaat om het oranje. Dat zal in de loop van de dag zeker gebeuren. Want München is toch wel een van de lievelingsbestemmingen, denk ik. De lederhozen, de grote pullenbier, de Maas 1 liter. Dat is een normaal biertje. Bestel je een klein biertje, dan is het een halve liter. Dus de stad gaat zeker ook hier weer oranje kleuren. En tegen Roemenië, iedereen is natuurlijk hartstikke positief. Dat gaat Nederland wel eventjes winnen. We zitten in de zwakke helft van het schema. Nou, ik vind dat heel erg eng om dat soort geluiden nu al te horen, want dat betekent overmoed. Maar ja, München is inderdaad het decor voor de wedstrijd morgenmiddag om 6:00. Mooi zo. Nog eventjes naar Beieren zelf, want München is de hoofdstad van Bayern. Dat is toch een beetje een apart stukje Duitsland. Daar zien we de auto-industrie in tegenstelling tot wat er in het noorden van Duitsland of in het midden gebeurt. Wel een rijke provincie. Altijd. Gaat het daar goed? Want Duitsland staat stil, zegt de voorzitter van alle kamers van koophandel in Duitsland vanmorgen in Bild. Absoluut, ja. Die heeft echt wel een heel somber verhaal over de gesprekken die hij had met alle toppolitici. Die zegt van ja, Duitsland loopt op dit moment gewoon door zijn gebrekkige economische groei 250 miljard euro mis. En dat komt vooral omdat er gewoon geen oplossing is. Of tenminste dat de problemen wel worden gezien, maar dat er niet aan oplossing wordt gewerkt. En een van de redenen, zegt ook die founder van Veridion, zoals deze elektrische vliegtuigbouwer hier heet, is ook, kijk, Beieren is ook gewoon als deelstaat zelf verantwoordelijk voor economische welvaart hier. En investeert in zijn regeringsperiode 6 miljard in een groene en digitale economie. Dat betekent dat als hij hier zometeen aanstaande donderdag zijn lab gaat openen en hij belt even naar de lokale regeringschef, dat dan ook gewoon de nummer 2 op bezoek komt. Omdat ze het zo ontzettend belangrijk vinden om in dit soort nieuwe technologieën te investeren. Ja. En het tekent ook wel, het is de lederhozen, maar het is ook de laptop. Laptop en lederhozen, dat is het motto van Beieren. En zij zien zichzelf echt als hart van Europa. Nou, dat ziet zo'n beetje elke regio waar ik dan kom in Duitsland. Wij zijn het hart van Europa. Maar hier zeggen ze ook, kijk eens naar het oosten. Daar ligt Tsjechië. Ja. Daar wordt in de automotive wordt alles geproduceerd. Daar zit de kennis over de serieproductie. En ja, je merkt toch ook wel dat dit stukje Europa, Beieren is enorm groot. Dat gaat van in het zuidwesten van de Bodensee tot en met het noordoosten naar het midden van Tsjechië. Ja, dat is toch wel een regio waar enorm veel geïnvesteerd wordt in serieproductie en in techniek. En dus de lederhozen aan vandaag, neem ik aan, meneer Marseille.
Ik heb de ledenhozen uit de kelder gehaald in Berlijn. Ja, dat is natuurlijk vloek in de kerk, want dat mag niet. Nee. Maar die is gewoon mee. En mijn oranje shirtje uit 1990. Dat was een heel slecht WK. Mm-hmm. Ja, dat was interne conflicten in het team. Karakters passen niet bij elkaar. Ja. En ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat gaat toch dit jaar niet weer gebeuren. Nee, dat ze zo op elkaar lopen te mopperen op het middenveld. Nee, hè? We gaan gewoon een positief, goed presterend Nederlandse elftal zien. Ja. En we spreken hier morgen. En vanmiddag horen we je dus bij Viridion in München in de Daily Move. Dankjewel, Dirk Marseille vanuit München. De EK-update, Dirk dwars door Duitsland, wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise Carsharing en Rental. Huren, delen, leasen. Verhuis je na de zomer naar een nieuw kantoor? Wees slim en richt je kantoor in met het flexibele en circulaire kantoormeubelabonnement van Noornorm. Je blijft flexibel en betaalt per vierkante meter per maand. Zo investeer je in je bedrijf, niet in je meubilair. Kies voor de toekomst. Kies voor Noornorm. Ontdek het op noornorm.nl.